Ja, Gert aan de wiel. Laten we dan maar gelijk beginnen met het laatste nieuws. Er is net een speler toegevoegd aan de selectie, als ik het goed heb begrepen. Dat klopt. Vanaf aanstaande maandag gaat hij meetrainen. Vlatko Lazic. Dat is eigenlijk vrij snel gegaan. Misschien begin vorige week dat er het eerste contact ontstond. En goed, ik ken hem als speler vanuit het betaalde voetbal. Was natuurlijk zijn laatste club was in Noorwegen. Daar heb ik hem niet heel vaak gezien. Maar wel, ik ken hem van de periodes daarvoor. Zeker als de Graafschap als tegenstander. En bij NAC heb ik hem ook nog gezien. En RKC heeft hij natuurlijk ook nog gespeeld. Waar hij samen gespeeld heeft met Kenny Andersson. Dus ja, en de speler toch hier uit de buurt vandaan, of redelijk uit de buurt, met een zak vol ervaring en kwaliteiten. Dus ja, dat is gewoon een toegevoegde waarde. Ja, Kelvin Meinhard, hoe voelt het om aankomende zaterdag terug te keren op de Westmaat? Ja, terug te keren, ja, voelt goed. Ik heb een halfjaartje of iets minder dan een halfjaartje daar gespeeld. Leuke gasten daar. Het publiek is ook zo fanatiek als Kirk Boys, dus beloof wat. Ja, goede herinneringen dus aan Spakenburg, neem ik aan. Ja, ik heb daar niet heel lang gespeeld. Een paar maandjes, maar het was leuk. Ik kan niet klagen over de mensen die daar werken en over de spelers die daar hebben gespeeld. Het is een leuke groep. Dus, ja, treffen jullie Spakenburg misschien op een goed moment? Zij hebben vorige week verloren. Jullie zijn in vorm. Ja, als je het zo bekijkt, qua stand en zo wel. Maar ik denk dat je gewoon elke week gewoon van jezelf uit moet gaan. Ongeacht hun verloren hebben of gewonnen hebben. We hebben 7 goals gemaakt. Ik denk dat we die vertrouwen moeten meenemen naar zaterdag. En gewoon met ons bons vooruit moeten spelen. Zoals we afgelopen zaterdag hebben gedaan, de week daarvoor. Ja, dat weet je nooit. Dat kan ik pas echt om 5 uur zaterdagmiddag zeggen. Kijk, zij hebben natuurlijk een hele goede wedstrijd gespeeld tegen Jong Almere na de winterstop. Nou goed, een tegenvaller voor hun om thuis te verliezen tegen Odin. Dus ja, weet je. En dit is toch ook weer een wedstrijd. Op zich, Spakenburg Quick Boys met veel toeschouwers, veel belangstelling. Dat zijn altijd toch wel weer wedstrijden op zich. Ja, ik vroeg net Kelvin Meinhard ook deze vraag. Er is natuurlijk genoeg gebeurd hier op Nieuw Zuid de laatste weken. Kan jij mij nou vertellen wat het verschil is tussen jou en Jan Zoutman als trainer? Nou, dat kan ik niet. Ik werk op mijn manier en Jan werkt op zijn manier. Jan is ook gewoon een hele goede trainer. Heeft hij 2,5 jaar keihard gewerkt en op een goede manier heeft ons kampioen gemaakt in zijn eerste jaar. Waardoor we de stap konden zetten die we al jaren tevoren wilden zetten. Maar ja, niet één trainer is hetzelfde. De manier van voetballen, daar zullen altijd in details wat in verschillen. De manier van trainen zal wat in verschillen. De manier van voorbereiden, et cetera. Maar daar is Jan absoluut gebleken een hele goede trainer in te zijn geweest. Het was alleen voor ons. We hadden te veel signalen om een andere beslissing te moeten nemen. Ja, tuurlijk. Kijk, weet je, het is elke trainer heeft zijn eigen visie. Dus qua dat is het altijd anders. De ene trainer traint harder, de ene trainer traint tactischer, de ene trainer is, begrijp je? Ik heb al zoveel trainers meegemaakt sinds ik voetbal in mijn carrière. Nou, van beide trainers heb ik wat geleerd. Van deze trainers leer ik nu ook weer wat. Nou, Dirk staat ook nu voor de groep. Is een jonge trainer. Dus die denkt ook nog een beetje als een speler. Dus je ziet ook dat we trainen naar de dingen die hij ook denk ik leuk vindt. Dat hij weet dat wij jonge jongens ook leuk vinden. Of jonge jongens, ja. Dus zoals ik al zei, van Jan heb ik wat geleerd. Nu van deze twee trainers leer ik ook wel wat. Dus, Ja, laatste vraag. Durf je een voorspelling te gokken voor aankomende zaterdag? Jawel hoor, dat durf ik wel hoor. Ik denk dat wij gewoon met 0-3 winnen. Nou, ik vind het moeilijk inschatten welke kant deze wedstrijd opgaat. Natuurlijk hebben wij een goed gevoel, maar we komen. Het is ook pas pril, het gevoel wat we hebben. En Spakenburg, die hebben ook een goed gevoel uit die winterstop vandaan. Alleen even vorige week een zeepert gehad wat ze recht willen zetten. En ja, weet je, voor hun is het een wedstrijd om een concurrent op grote afstand te zetten. Dus ja, ik kan geen voorspellingen op loslaten.